Team Winter Groove van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En wat jullie vandaag gaan zien is de allergrootste Team of the Season pack opening die je ooit gezien hebt. En als dat niet zo is, ja, dan ben je aan het liegen. Waarom lieg je tegen mij? Want het is gewoon waar, het kan niet anders. Ik heb 105 packs. En dan denk je, oh, 105 silver packs. Nee, ik heb ultimate packs. Jumbo, die 100k packs. Ik heb 3 player picks van de afgelopen Weekend League. En ik heb ook nog een ultimate Team of the Season pack. Als ik nu geen Ronaldo of Messi pack, dan weet ik het ook niet meer. Het is niet mijn account, zoals je ziet. Er zit op het account van iemand die ik gewoon vond op Twitter. En hij had al die packs. En toen zei ik van, luister, ik ga die packs openen. En ik ga Ronaldo voor je pack. En zei hij van, oké, doe het. En nu ga ik het ook doen. En als ik het niet doe, dan schaam ik me kapot. Maar ik ga die Ronaldo gewoon packen. We gaan beginnen met de 3 player picks. We gaan daar gewoon mee beginnen. 1 van de 5. Hij is elite geëindigd. Ja, hij is dus net iets beter in FIFA dan ik. Vind je deze video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. 5000 likes helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal van hier beneden. De allergrootste pack die je ooit hebt gezien. Daar gaan we nu mee beginnen. Hier komt de eerste. Geef ons Ronaldo. Kom op! Nee! Oh, wat slecht. Jezus, criminelen. Oh, kijk, wel 2 Portugezen. We komen in de buurt. Sarabia, zoals jullie eergisteren hebben gezien in mijn video, heb ik hem gekregen uit mijn ultimate Team of the Season pick. Ja, fucking slecht. Echt mokertje slecht. Heb je helemaal niks aan. De volgende kopgever is Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ja, we hebben hem. Ronaldo, what the fuck. Als tweede al. Holy shit, Cristiano Ronaldo als tweede. 99 Ronaldo, what the fuck. Als tweede. Oké, het kan eigenlijk niet beter. Nou, je kan nog Messi krijgen. Dan heb je allebei de 99 rated. Maar what the fuck, 99 Ronaldo. Hoe ziek is dit? Als we nu ook nog Messi krijgen naast het, nou, dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet, dat kan niet. En het gebeurt ook niet. Nee, we hebben gewoon 99 Ronaldo. Dit is het begin van de pack opening. We zijn niet eens bezig met de packs. En we hebben nu al 99 Ronaldo gepackt. What the fuck. What the fuck. 99 Ronaldo in het clubpie. Holy shit. 105 packs, mensen. En het zijn volgens mij allemaal packs met alleen maar spelers. Moet je kijken, is niet normaal. Dit zijn allemaal 50k packs. We hebben hier allemaal 100k packs. Kijk, dan komen we, als we al die 100k... Oh, ik kan gewoon niet zo ver. Er zijn gewoon zoveel goede packs dat ik niet zo ver kan gaan. Dit is echt niet normaal. Dit is niet normaal. Dit is een soort van pack heaven. Gewoon voor iedereen. Voor mij en voor jullie. Ik krijg geen walkout. Ongelooflijke zaadzooi. Oké, let's go. De volgende. We verdienen een walkout. We krijgen een walkout. Geef een blauwe. Dit kan niks goed zijn. Navas. Zijn we er blij mee? Nee. We zitten maar voor random. Waarom staat hier ineens een klein topgouden spacepakket? Waar komt dit vandaan? Die komt ineens gespand uit het niets gewoon. We krijgen er geen walkout in. Dat is slecht. Ik heb dus gehoord, mensen, op het moment dat jullie allemaal nu de video liken, dan gaan we even een 100k packje openen. En dan krijgen we niemand minder dan een Team of the Season Messi. Ik voel het. Kom op, IE. Geef mij die walkout. We krijgen een walkout. Geef hem blauw. Blauw. Jeetje. Niet eens blauw. Wat is dit? Braziliaans? Oh. Ah. Ederson. Ah, die zit natuurlijk niet in Team of the Season. Alisson wel, maar Ederson, die niet. Helaas. Die 100k packs en die 150k packs, dat gaat hem echt worden. Ik voel het, dat zijn echt de moneymakers gewoon. Oeh, oké. Best goed. Van Danovic, helemaal niet verkeerd. Erg lekker. Krijg hem walkout. Geef hem blauw. Geef hem blauw. Blauw. Weer niet blauw. Zijn de Team of the Season al uit packs of zo? Hoe zit het? Ah. Oh, Sergio Ramos. Ah, nee, Pique natuurlijk. Je zou maar ooit een keer Sergio Ramos krijgen. In plaats van dat je ook altijd Rakitic krijgt in plaats van Modric. Echt dikke bullshit. Ik zeg vanaf nu komen alleen nog de walkout packs in beeld. Op deze naam dan. Want ik was nu aan het uitleggen. Oké. Wat krijgen we hier? Budimir. Besef, ik heb gewoon geen... Is dit een hero kaart? Oh ja, held staat eronder. Lekker groen. Scherp. Super scherp. We krijgen Budimir 78. Het feit dat we dit moeten melden. Is triest. Hey, trouwens, we zijn al bij de 50k packs aangekomen. Mooi. De slechte packs zijn eruit gefilterd. Goed dit. Ik denk dat ik al 15 packs achter elkaar geen walkout heb gepakt. Waar slaat dit op? Ik open hier 50k packs. Hoe kan ik nou geen walkout? Ja, we krijgen een walkout. Ja. Blauw. Ja. Dikke. Sowieso een keeper. Een keeper. Ja, het kan ook niet anders. Het moest wel een keeper zijn. Jori. Krijg weer een walkout. Ik skip gewoon mijn walkout. Wat doe ik? Als het nu Messi is, dan word ik echt gek. Het is een Bonucci. Oh mijn god, ik ben blij dat ik geskipt heb. Want was ik helemaal gek gewoon in mijn kop. Oké, mensen, nu is het klaar met een gezeik van chat packs. We hebben die 50k packs geopend. We hebben 2 walkouts in gekregen. Waar staat het op? Echt nergens op. Daar komt hij. De eerste 100k pack van onze reeks. Heel veel 100k packs. Ik krijg weer geen walkout. Het is echt ongelooflijk. We krijgen een walkout. Geef mij een blauwe. Ik wil een blauwe. Blauw. Jee. Nou, niet normaal. Niet normaal. Oh, Ederson. Ah, leuk. Oh mijn god, we hebben een vorm. Kom, Son. Het Team of the Week is echt zo zinloos. Door al die special cards heb je gewoon helemaal niks meer aan het Team of the Week. Gewoon, wat moet je met een 77 rated card? Daar kan je echt helemaal niks mee. Team of the Week is gewoon doodgemaakt door EA zelf. Dat is ook weer bijzonder, vind ik. Ik krijg een walkout. Kom op, geef hem een blauwe. Blauw. Ik krijg een blauwe. Kom op, geef hem wat. Kom op. Nee. Oh mijn god, niet weer. Dit is niet fijn. Oh, nou, op zich wel een goede kaart verder. Oh, 2,89 zelfs. Hij is niks waard. Echt 30k. Maar op zich wel een aardig packie. Een prima packie. Dit soort packies vind ik gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Krijg je gewoon weer een walker. Krijg je weer een blauwe dan. Oh mijn god, ik begin nu te lopen. Nu begin te lopen. Lach. Nee. Dit meen je niet. Waar slaat dit op? Dit is voor onzin. Jongen. Als ik nou gewoon die 99 Ronaldo pack, jongen. Jezus. Oh, 2 in 1 pack. Nee! Oh mijn god, dit is gewoon Koen. Koen. Hey,
Het is gewoon Koen. Wat lekker zeg. Echt geen drol waard. Echt helemaal niks, maar wel leuk. Back to back to back. Back to back to back. Walkout. Back to back to back. Team of the season. Nee. Helaas. Ik gooi een keeper. Nee. Ga met Rodriguez. Prima spelertje, maar niet echt waar ik naar op zoek ben. Ik ben ook op zoek naar een Messi. Wel 88. Dat is wel heel hoog. Ik ga Messi volgend jaar geen 88 meer denken. Oké, we krijgen weer een walkout. Weer een walkoutje. Blauw. Je, ik dacht van, op het moment dat je nu een walkout krijgt, zijn ze meestal blauwe keeper. Oh, Immobile. Fantastisch. Oh, twee informs. Games en Wangberg. Echt goede informs. Kijk, nu ben je echt blij. Kijk, je hebt al die Team Seasons in packs. En zeg maar, elke andere special card heeft iedereen al. Zeg maar, elke speler heeft een 100 rated card. Behalve Wangberg en Games, die zijn nu allebei 77. Maar ik ben blij, want ik zijn pack. Hey, weer een inform. Dacht je, het kon niet lager dan die vorige? Toch wel. Budgie. Het is een walkout. Dit wordt hem. Ik voel het. Dit wordt hem. Nee, het wordt hem niet. Nee, het wordt hem absoluut weer niet. Het wordt hem gewoon absoluut weer niet. Oh, David Silva. Oh, Isco. Oké, wel 89 als het goed is. Ja, die is 89 toch? Ja. Ja, is toch gewoon lekker 40k waard of zo. Prima. Weer een walkout. Oké, back to back. Nu wordt hij blauw. Blauw. Ja, oké. Kom aan. Frans? Nee. Oh mijn god, dit meen je toch? Charbonnier. Deze gast is slecht. Oh mijn god, je gelooft het niet. We hebben Games dubbel. Fantastisch. Oké, we hebben nu nog een paar mega pakket. En dan één zeldzame. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ultimate pakketten. En daarna hebben we nog die gegarandeerde. Dus we kunnen nog even vooruit. We zijn er wel over de helft. We krijgen meteen in de eerste mega pakket krijgen we een walkout. Eén blauwe. Ja, dit kan niks zijn. Maar nee. Ja, dit is wel oké, maar ik wil gewoon... Ja. Kijk, ik vraag echt niet voor veel. Ik wil gewoon Messi. Oh, ik heb een spelerkeuze. 75 en 80. Messi. Ah. I'm blue. Da-da-da-da. Wat heeft bijna wat kaapjes? Die rijdt de pan uit. Blauw. Nee. Oh, weer Navas. Messi. Nee, weer niet blauw. Müller, die is 2k. Kijk, is niet 2k. Maar het zou wel eerlijk zijn als hij 2k zou zijn. Kijk, echt weer een walkoutje. Nu een blauwe. Ja. Argentijns. Nederlands. Van Dijk. Hallo. Mijn god. Wormgoor. Ik word echt helemaal lijp. Wormgoor. Wat? Ik kan hier met mijn kop niet bij gewoon. Wormgoor. What the fuck? Wat is dit? Wormgoor. Hij is 11k. Schiet mij maar lek. Oh, weer een walkout. Blauw. Ik skip hem gewoon. Kan niet goed zijn. Neymar is de enige die goed is. Handanovic, wel lekker. Wormgoor. Kijk, zeg maar, bij Mbappé was nog de kans. Toen twijfelde ik. Bij Mbappé twijfelde ik nog van. Het kan best zijn dat er nog een andere Franse spits is. Maar een Nederlandse centerback die een team season heeft. En het is niet licht. Nee. Vito Wormgoor. Ik kan er nog een kop niet bij. We krijgen nog walkout. Geef me blauw. Triest geval. Triest. Jori. Daar was je weer. Weer een keeper. We hebben echt heel veel pakketten nog. Oké, let's go. Nog 33. Komt de eerste. Ultimate pakket. Let's go. Kom op. Walkout. Geen walkout in de ultimate pakket. Oké, ja, maar dit doet mij echt helemaal niet goed. Ga je echt totaal niet lekker op. We hebben ook nog een mid-icon. What the fuck? De premium tots. Oh, dit is het premium tots pakket. Dit is van het ding. Ja, van het ding. Elite 3. Het Elite 3 pakket. Oeh, wat lekker. Ja, mensen, dit is de laatste. Wat we helemaal de top packs over hebben. We krijgen een walkout in deze. Oké. Geen blauw helaas. Jori. Nee. David Silva. Nee. Huh? Oh, Azpilicueta. Ik dacht Sergio Ramos. Sinds wanneer speelde hij in de Premier League? Ik heb weer een transfer gemist. Nee, dat is niet het geval. Alright, let's go. Ultimate packs. We gaan ervoor. Kom op dan. Geef me een walkout. Geen walkout in mijn tweede ultimate pack. Ook niet. Kom op. Oké, we hebben een walkout in mijn ultimate pack. Kom op. Blauw. Ik skip hem gewoon. Het is sowieso een keeper. Een keeper. Het is Bonucci. Het is fucking Bonucci. Het kon ook niet anders. Het is Bonucci. Kom op. Ik heb weer een walkout. Back to back. Geef me blauw. Nope. Nee, hè? Dat is kut, hè? Ja. Tavernier. Speel bij Glasgow Rangers. Wel een aardige kaart, moet ik zeggen. Prima kaartje. Niks mis mee. Die nemen we lekker mee. 24 season erbij. Dat is goed. Nog 2 ultimate packs. Geef mij een walkout met een blauwe. Je krijgt een walkout. Maar krijg ook een blauwe. Blauw! Ja! Kom op! Geef me een goeie. Nee! Dit is niet goed. Wie is dit? Valencia. Het is in ieder geval geen Vito Wormgoor. Dat doet me wel goed. Oh. En Wagner. Fantastisch. En walkout. Geef me nog een blauwe. Doe maar gewoon. Ja, nog één. Laatste, daar geven ze hem in. Duits, Ken, Royce, Bram, Havertz. Oh, dit is fucking goed. Hij is echt goed. Maar nu is de vraag, is het een tradable pack, ja of nee? Hij is echt goed. Ik denk echt dat hij 400k zou zijn. Hou je back, 400k. Hij is 1,5 miljoen. Hij is niet tradable. Hij is untradable. Poeh, dit doet pijn aan mijn maag. Maar wel een zieke kaart, hey, what the fuck. Hij is duur. Niet te doen. Havertz is ook mijn eerste uit het goede team. Waar we er nu zeker nog 4 van gaan zien. We gaan beginnen met
de Ultimate Tot, daarna naar de Mid-Icon en dan de 3 Tot. En dan hebben we de grootste pack opening gehad met de meeste Ultimate Tot skins die jij gaat zien op YouTube. Daar komt de eerste. Kom op. Ronaldo, nee, Ronaldo, Messi. Messi. Ik wil die Argentijnse vlag zien, dan rechts buiten. Ik wil de Argentijnse vlag zien. Dit is kut. Handanovic. Oblak. Oh mijn god. Kan ik ook Handanovic zeggen? Die heb ik al 100 keer gepakt. Oblak. Dit is slecht. 95 Oblak. Oh mijn god. Zetten die Havertjes gewoon even hoog. 1,5 miljoen. Deze gast. 70k of zo. What the fuck? Ja, we hebben dus nog een icon. Wie willen we? Gewoon een goeie. Ik wil een goeie. Ik wil een goeie icon. Gewoon een goeie. Pele. Oh, Okocha. Jezus. No. Okocha. JJ Okocha. Kijk, ik ben persoonlijk meer fan van Ose Tutu. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop het wel. Daar komt dus. Dit wordt hem. Dit gaat hem worden. Ik voel het. Alsjeblieft, de Argentijnse vlag. Italiaans. Pits. Hè? Quagliarella. Kutrella. Dit meen je niet. Oh mijn god, zijn er nog spelers eronder die goed kunnen zijn? Mbappé kan eronder zitten, die is ook 96. Alsjeblieft, Mbappé zit eronder. Alsjeblieft, geef hem nog wat goeds. Oh, wat slecht. Oh mijn god. Dit is legit de allerslechtste premium Team of the Season pack. Dat kan, het kan volgens mij niet slechter dan dit. Ik denk dat het qua waarde niet slechter kan dan dit. 170k, oh ja, misschien kan je Oblak nog krijgen. 93 en 90. Dit is bij elkaar niet eens 500k. En die Havertz is 1,5 miljoen, hè. Dat is echt ongelooflijk. Oh, is het tradable? Is het ook nog eens tradable? Helemaal genaaid. Holy shit, ik dacht dat ze untradable waren. Ze zijn gewoon tradable. Jezus. Oh, echt wel zielen. Ik had Quagliarella ook op mijn player page, maar hij heeft gewoon uit zijn totspack. Oké, mensen, het is voorbij. De packs zijn all fucking ziek. Dankjewel dat ik al deze pakketten mag openen. We hebben echt flink wat gepakt, maar ik moet zeggen... Oké, 90 Ronaldo was echt fucking ziek. 90 Ronaldo is echt debiel ziek. Maar voor de rest, ik had eigenlijk nog wel een hele hoge Team of the Season verwacht die we niet gekregen hebben. Vind ik jammer. Maar alsnog weet ik zeker dat jullie dit een leuke video hebben gevonden. En vond je het leuk, dan zeker een duimpje omhoog op deze video. Ben je nog niet geabonneerd, dat kan. Klik dan hier op het rondje. Wil je meer video's van mij zien, dat kan. Klik hier of hier. En dan ga ik nu in een koud bad liggen, want wat heb ik het warm, zeg.